In het hartje van Graven bevindt zich een bijzondere streekwinkel. Oog voor de streek. Dat is niet zomaar een winkel, maar een speciale. We vragen het aan initiatiefnemer Ronald Jansen. Het is een dagbesteding specifiek gericht op jongeren met een visuele beperking die zo ervaring, werkervaring kunnen opdoen. En vandaag is een hele bijzondere dag. Op vandaag lanceren we het oogappelijsje. Heerlijk! Echt! Oogappelijs! Hoe word je ijsprofessor? Nou ja, eigenlijk moet je voor het eerst helemaal gek van ijs zijn. Ik heb een officiële diploma van het ijscentrum behaald. En het allerlaatste, ook wel een belangrijke, het moet ook in je naam zitten. Ik heet Matthijs. Matthijs, de ijsprofessor van Onwijs Lekker IJs. Van echt product, echt appel en echte vlierbes gemaakt. Maar ook de totstandkoming is heel bijzonder. Een vlierbes is een kleine, mooie rode bes. Die zit vol met oxidanten. En naast appel een prachtige om in een ijsje te verwerken. En, ik vind dat toch wel bijzonder. En de manier waarop die jongeren ook echt bezig zijn geweest met wel 6 of 7 smaken. En dat heel intensief hebben geproefd. En ja, laten we wel wezen, blinde kinderen moeten het vooral van de smaak hebben. Maar als ik een smaak zou kiezen die ik het minst lekker vond, gewoon het ijsje alleen met appel, denk ik. Nou ja, ik vond was een 1 ijs waar allemaal verschillende kruiden in zaten. Dat vond ik zelf niet heel erg lekker. Maar mijn idee was gewoon vies, was echt gewoon mijn echte vies normaal is gewoon met gember. Want het was een hele smaak waar je niet echt heel, die vond ik niet heel lekker. En ik vond die met kruiden ook wel lekker. De smaak die wij dan nu voor het echte ijsje hebben, die smaak vond ik gewoon met de combinatie met de appel, vond ik heel erg lekker. Ze zijn ook heel erg trots op het feit dat ze nu hun eigen ijsje, het oogappelijsje, in de winkel hebben liggen. Heerlijk. Lekker zoet. Goed voor de dorst. Je proeft de appel niet zo goed. Maar dat is nog steeds een dikke 10. Ja, fris. Fruitig. Hij smaakt naar appel en ik proef iets van vlierbessen erin. Dus ik zeg een heerlijk ijsje. Dit is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.